Het is weer maandagmorgen en dat betekent een crypto markt update. Uiteraard gaan we even kijken naar de Bitcoin die as we speak aan het pumpen is. We gaan Cardano even bespreken. Even kijken waar we sowieso met de hele markt nu staan. Waarom ik denk dat nog steeds de bull market nog niet echt begonnen is. En dus dat de hele gekte nog moet gaan beginnen. Dus in deze video gewoon eventjes een volledige update. Kijk waar we staan, zodat je weet wat te doen. Zodat je het kleine beetje FUD dat op is gekomen, zodat hij weer naar beneden kan. Zodat het weer weg kan. Dat probeer ik namelijk heel veel te doen voor jullie, bij mijn abonnees. Want ik denk ook echt dat het niet nodig is in dit geval. In deze video dus een complete markt update Bitcoin en Cardano. Yes, tof dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Corné en voor als je nieuw bent op dit kanaal, deel ik alles omtrent cryptocurrencies. Denk aan gewoon traden, actief traden, lange termijn investeren, maar ook crypto nieuws zoals dit soort video's. Dus als je dit nou toffe video's vindt, klik dan even op die abonneerknop als je dat nog niet gedaan hebt. En like deze video ook even. Ik vind het vervelend om altijd te vragen, maar die likes helpen mijn video's en mijn kanaal om wat meer bereik te halen. En daarnaast, als je ook de video zou willen delen, als je mensen kent, familie of vrienden die in de crypto zitten, zou ik het heel erg tof vinden. Want dat schijnt ook erg goed te zijn voor het algoritme van YouTube. Voordat ik de inhoud gaan bespreken van deze video, wil ik je nog op attenderen dat er een aantal linkjes staan in de beschrijving. Denk aan mijn CryptoNight cursus om gewoon als volledig crypto newbie in crypto te stappen, wat nu een heel goed moment is, omdat je echt kan gaan profiteren van de lage prijzen momenteel in de markt als je weet wat je doet. Tot aan traden, tot aan lange termijn investeren, dus alles ga je daarin leren. Dus als je dat interessant vindt, neem zeker eventjes een kijkje bij CryptoNight, de crypto cursus. Verder kan je ook nog mijn gratis Crypto Gems video downloaden. Je kan de gratis Discord chat joinen. En je kan me uiteraard ook volgen op Instagram als je Instagram hebt. Je zit er vaak op. Volg me eventjes. Ik post dagelijks nieuws over crypto of wat memes. Dus als je dat tof vindt, @cornemarchant, ook dat linkje vind je in de beschrijving. Alright, dat gezegd hebben we de cryptomarkt update. Dus nou, als we gaan kijken naar de Bitcoin, dan zien we eigenlijk niet heel veel spannend. Hij is nog steeds zijwaarts aan het treden. Hij houdt support rond het level van 34.000-35.000. Tussen de 40.000 is hij continu een beetje zijwaarts aan het gaan. Dus hij heeft, lijkt, de bodem gevonden. Waar je sommige dingen leest over dat Bitcoin de bodem niet heeft gevonden, denk ik dat dit echt wel de bodem van Bitcoin is. Zo niet, dan zakken we misschien door naar ergens de 20.000 in. Maar goed, vooralsnog houdt hij hier support en lijkt hij ook hier support te gaan houden. Wellicht gaat hij nog een aantal weken zijwaarts treden. Dat kan best. Dat hij ergens middenzomer, einde zomer pas verder gaat met de echte gekte van de bullrun. Dus het kan zijn dat de komende weken saai wordt. Het kan zelfs zijn dat hij misschien toch nog een andere bodem gaat zoeken. Wat nu in ieder geval niet zo lijkt. Maar het zou kunnen, dus schrik er niet van als dat wel gebeurt. Maar als we ook gaan kijken naar bijvoorbeeld de logarithmic scale van Bitcoin, dan zie je ook waar we nu ongeveer staan in de markt. Als we gaan kijken hier ook naar 2013, zien we dat ditzelfde eigenlijk is gebeurd. Dus wat een soort van piek. Daarna is hij wat zijwaarts gaan treden en daarna zijn we weer verder gegaan, verder omhoog gegaan. Dus zijn we harder gegaan. Hier zijn we nu ook wederom een soort van piek gehad. Niet echt een piek zelfs. Dus we zijn eigenlijk wat zijwaarts gegaan, wat gaan consolideren. Hij heeft een gezonde correctie gehad. Een gezonde dip, wat altijd gebeurt. Alleen nu is er gewoon veel meer FUD in de markt. Veel meer nieuwe retail investeerders die erbij zijn gekomen. Die niet echt weten hoe de markt werkt en wat er allemaal gebeurt. Dus die angst, die fear, uncertainty, doubt is veel hoger momenteel dan voorgaande jaren. Dus dat is eigenlijk hetgeen wat ervoor zorgt dat mensen of veel mensen denken dat er een bear market is aangebroken. Ja, de algehele trend is nu een tijd neerwaarts. Hoeft niet te betekenen dat het direct een bear market is. Zeker niet als je kijkt naar gewoon die lange periodes, Bitcoin cycli van 4 jaar. Dan zie je dat het eigenlijk niet zoveel voorstelt. Ook als we gaan kijken naar het stock-to-flow model, zie je waar we nu ongeveer zitten in het gele gedeelte. Nou, wat gebeurde hier na het gele gedeelte? Daarna kregen we die run-up en echt de piek van de bullrun. Hier hetzelfde, 2013 is een mooi voorbeeld. We hebben hier een soort van piek gehad. Nou, die zien we hier ook. Hier hebben we die piek gehad, die zien we hier dus ook, wat ik je net liet zien. Gezonde dip om veel retail investeerders uit te schudden. Heel veel mensen krijgen angst. Gelukkig zie je dat dat nu dus wel steeds minder wordt. Maar nog steeds is de fear ontzettend groot. Vanaf dit level denk ik ook dat hij weer verder door kan gaan stijgen. Naar hier ergens. En dan gaan we pas ergens een bear market in. En of die bear market heftig gaat worden,
of zo heftig als voorgaande jaren, dat denk ik ook niet. Elke cyclus is anders. Nu, heb ik vaker gezegd, zijn er veel meer grote instituten, beleggers met miljoenen die instappen, banken nu ook, ga ik je zo wat meer over vertellen, die Bitcoin accepteren. Dus de acceptatie wordt steeds groter. Dus ik denk ook dat die bear market veel minder gaat worden met de jaren voorbij gaan, omdat veel meer mensen er vertrouwen in krijgen, zien dat het gewoon werkt. Dus ik denk ook dat we nu echt in een ontzettend goed moment zitten, en dit is geen financieel advies, maar om crypto in te kopen. Ik wel, ik ben dagelijks bezig, vooral met Bitcoin ook, want Bitcoin, ik denk dat we deze prijs niet meer terug gaan zien. Wellicht als hij nog een andere, een lagere bodem zoekt, dat dat de laagste prijs gaat zijn, ergens in de 20.000. Maar ook deze prijs, daar koop ik heel graag Bitcoin voor in, want ik denk straks dat als hij op een miljoen staat volgens een stock-to-flow model, dat je heel erg blij gaat zijn dat je nu hebt ingekocht. Hetzelfde geldt ook voor de altcoins. Die staan natuurlijk ook ontzettend laag en die kunnen ook straks als die bullrun weer verder gaat enorm hard gaan rallyen. Zeker een Cardano of een XRP als die rechtszaak goed uitvalt. XRP ga ik overigens ook nog wat van laten zien in deze video. Dus het is wel een tof video, want ik weet dat veel mensen Cardano, XRP interessant vinden. Goed, dat nu je dat weet, kunnen we ook gaan kijken. En dit is altijd de mooie van Warren Buffett. Be fearful when others are greedy, be greedy when others are fearful. Dit is een hele goede om altijd te onthouden. Er is nu heel veel fear in de markt, dus mensen zijn heel erg bang voor wat er aan het gebeuren is. Ze weten niet wat er komen gaat of wat ze moeten doen. En juist op die momenten wil jij greedy zijn, want de prijzen zijn laag, mensen die verkopen hun zooitje en jij wil dat gewoon rustig overnemen. Zeker als je die lange termijn visie hebt, ga je daar echt ontzettend veel aan hebben. Dus onthoud deze quote voor altijd op het moment dat er weer fear in de markt is. Maar op het moment dus dat de mensen heel erg greedy zijn, en dat zag je dus toen de Bitcoin op $64.000 stond, op zijn hoogste punt, toen kwamen ineens allemaal mensen bij die Bitcoin wilden kopen. Dan moet je juist een stapje achteruit doen, even wachten, kijken wat er gebeurt. En dan komt er vanzelf een moment dat die mensen weer bang worden in een dip of correctie of wat dan ook, dat jij in de uitverkoop je muntjes kan gaan kopen. Volgende bericht. PayPal gebruikers kunnen binnenkort Bitcoin naar eigen wallet sturen. Dit is natuurlijk ontzettend groot, want daarmee worden ze eigenlijk een beetje een exchange. Het Amerikaanse PayPal zet serieuze stappen om hun dienstverlening op het gebied van cryptocurrencies uit te breiden. 7 maanden geleden opende de betalingsbreider de mogelijkheid tot het kopen en verkopen van Bitcoin en enkele altcoins. Dus dit kon al. Je kon al kopen en verkopen bij PayPal. Maar de belangrijkste kritiek op PayPal was tot dusver dat het onmogelijk was om munten van het platform af te halen. Dus als je het gekocht had, dan kon je het verder niet naar bijvoorbeeld je eigen wallet sturen. Nu lijkt daar verandering in te komen, want Reuters weet te melden dat het binnenkort mogelijk is voor PayPal gebruikers om hun cryptocurrencies naar eigen wallets te sturen. PayPal geeft hiermee het signaal af nog niet klaar te zijn met cryptocurrencies en de industrie steeds meer te omarmen. Grotere acceptatie, zeker als honderden miljoenen PayPal gebruikers ineens nu kunnen gaan handelen in crypto's en dat naar hun eigen wallets kunnen gaan sturen. Daarom staat hier al concurrentie voor Coinbase. Het gaat dus een beetje lijken op een broker ook, en dat is natuurlijk ontzettend groot, want dat bereikt veel meer publiek. Nog een mooi bericht van BTC Direct Nieuws, sowieso een goede site. Bitcoin kan niet gestopt worden door banken en overheden. Huge. Elon Musk is goed voor de toekomst van BTC. Dat heb ik ook al een keer gezegd en ik zal je zo een stukje laten zien hieronder waarom ik dat ook dacht en waarom zij dit nu ook schrijven. Jeremy Marcus in ieder geval. Nou, hier staat ook een stukje. Zij zegt dat het onmogelijk is voor regeringen om Bitcoin af te sluiten. Ze gelooft dat toezichthouders binnenkort moeten accepteren. Dus ze kunnen er niet aan ontkomen. Het gaat steeds groter worden. De hele markt wordt groter. Acceptatie wordt groter. Dus ze moeten gaan accepteren. En dit is ook mooi. Op lange termijn. Kijk, Elon Musk die heeft nu heel veel zitten rotzooien in de markt. Dingen aangehaald worden. De Bitcoin ging zakken. Iedereen had daar een hekel aan hem. En kotste hem uit. Ikzelf ook wel. Maar je kon ook naar die andere kant kijken. En dat is, hij moedigt gesprekstof aan om meer analytisch te denken. Dus hoe kan je verbeteringen door gaan voeren? Bijvoorbeeld in de Bitcoin dus, met dat energieverbruik. Hoe dat verbeterd kan worden. Zodat in de toekomst die acceptatie van de Bitcoin groter kan worden. En meer grote bedrijven, overheden, etc. de Bitcoin kunnen gaan omarmen. Zij zegt ook, en ik geloof dat hij een deel van het proces zal worden. Elon Musk is niet gek. Alleen wat hij aan het doen is en wat zijn bedoelingen zijn, dat is altijd maar een raadsel voor iedereen. Crypto Insiders posten ook een heel tof artikel. De oudste bank van de Verenigde Staten, de Bank of New York Mellon, heeft een zogeheten Digital Innovation Hub opgericht in Dublin, de hoofdstad van Ierland.
Met deze hub zet de bank in op de toekomst van Bitcoin en andere cryptocurrencies. Dus waar de banken eerst heel sceptisch waren, proberen eigenlijk Bitcoin af te houden, is nu de oudste bank van Amerika overstag gegaan en gaat aan de slag met Bitcoin en andere cryptocurrencies. Met het oprichten van deze nieuwe divisie in Dublin stelt de bank klanten in staat om verschillende digitale munten te bewaren, over te schrijven en uit te geven. Dat is natuurlijk enorm voor de cryptowereld en voor de rest van de banken die wellicht dan gaan volgen. Hiermee lopen ze voor op concurrenten als JP Morgan, ook enorm, en Citi. Jamie Dimon, CEO van de eerstgenoemde concurrent, JP Morgan dus, gaf onlangs nog zelf aan geen fan te zijn van cryptocurrency. Dat wil niet zeggen dat JP Morgan niet uiteindelijk overstag gaat. De vraag onder klanten is nou eenmaal hoog. Dus de vraag is hoog. Andere banken doen het, dus ze kunnen eigenlijk niet aan ontkomen om dat ook te gaan doen. Anders gaan ze achterlopen. Veel investeerders die nog niet in de cryptomarkt zitten, houden de boot nog af, omdat er geen grote banken als beheerder zijn. Deze stap van BNY Mellon zou daar dus zomaar eens verandering in kunnen brengen. Op 5 mei bracht New York Digital Investment Group al naar buiten dat honderden Amerikaanse banken van plan zijn om dit jaar nog cryptocurrencydiensten aan te bieden. Dat kan mogelijk in een stroomversnelling komen nu dus deze bank dat heeft gedaan. Dus dit is allemaal goed nieuws voor zowel de Bitcoin als de altcoins en gewoon de hele cryptomarkt. Goed, gaan we over op Cardano. Een stukje Cardano had ik beloofd. Dit wordt de zomer van Cardano, smart contracts en Alonzo. Nu zitten we in een periode waarop Cardano echt aan het opbouwen is. Dus alle energie en die prijsstijging, die klapper, die gaat er aankomen, denk ik. Zeker als je kijkt naar de updates die Cardano gaat krijgen en doorvoeren deze zomer. Ze zijn nu vooral aan het testen, maar er komt heel erg veel aan, waardoor ze echt een enorme prijsstijging kunnen gaan zien. Dus ik denk ook dat nu het laatste moment is dat je Cardano voor best wel een relatief lage prijs kan kopen. Mensen vroegen aan het begin of het slim was om Cardano nog te kopen op een euro. Denk ik dat het zelfs nu nog slim is om Cardano te kopen, aangezien ik een prijsvoorspelling van Cardano kan doen van zo'n $10. Easy misschien wel dit jaar. Als we gaan kijken naar dit artikel. De populaire cryptohandelaar Lark Davis denkt dat we een Cardano zomer tegemoet gaan. Hij verwacht de prijs van ADA omhoog schiet nadat Cardano veel nieuwe apps implementeert. Dat wordt mogelijk gemaakt doordat Cardano smart contracts toelaat. Nou, dat was met Alonzo, dat zijn ze nu aan het testen. Gisteren onthulde Cardano het plan voor de uitrol van zijn nieuwe smart contract platform. Het eerste testnet, Alonzo, is dus al live. Alonzo is een hard fork die nieuwe functies zal introduceren op het Cardano netwerk. Hierdoor worden Plutus scripts geïntegreerd. Wat betekent dat smart contracts kunnen worden ingeschakeld op het Cardano netwerk. Dat is natuurlijk een grote stap voor Cardano. Dit zal uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van nieuwe gedecentraliseerde applicaties, dus dApps, zodat DeFi ook een plekje krijgt binnen Cardano. Maar voorlopig wordt er vooral getest. Het zal nog een paar maanden duren voordat het volledig is gerealiseerd. Vandaar de Cardano zomer. Er werden niet veel meer details verstrekt, maar IOHK, het bedrijf van Charles Hoskinson achter Cardano, zei wel dat ze in de nabije toekomst meer zou onthullen. Hij verwacht namelijk dat de koers van Cardano voor een schokgolf kan zorgen door een reeks potentieel bullish ontwikkelingen. Cardano is klaar om te ontploffen. In feite bereikte het onlangs een nieuwe recordhoogte in prijs. Die piek zie je hieronder. 2 weken geleden topte Cardano zo rond de 2 euro. En dit is ook mooi. Het interessante hier is dat al deze gekke prijsacties zijn gebeurd voordat Cardano smart contracts heeft op het mainnet. Dus toen waren die gekke prijsstijgingen al. Er is zoveel opwinding en verwachting van de lancering van slimme contracten op Cardano. Dus die achterban van Cardano is ook hoog. Mensen hebben er superveel vertrouwen in. Daardoor zie je die prijsstijging dus al. En straks als het uitgerold wordt, gaat het alleen, of is de verwachting dat het alleen nog maar meer gaat zijn. Nou, Cardano is gewoon de laatste tijd ontzettend goed bezig. Ook toen de hele markt aan het dippen was, zag Cardano nog een prijsstijging. Every cryptocurrency in de top 20 reports gains on Sunday. Dat is ook iets bijzonders. Dat normaal is heel de zondag rood. Verkopen mensen. En nu viel dat relatief gezien mee. Despite a modest rally, market sentiment remains tilted to the downside this weekend. Dus het is wel zo dat nog steeds het gehele sentiment naar beneden gaat. With investors continuing to speculate about whether Bitcoin is actually bottom out. Dus hier staat ook mensen, investeerders weten niet of dit nou de bodem is van Bitcoin of dat hij dus nog verder kan vallen. Dat is nog steeds een onzekerheid en daarom moet je ook oppassen met de trades en zeker met futures bijvoorbeeld die je gaat plaatsen.
Nog één artikel over Ripple. Leuk nieuwtje is Ripple XRP viert weer een kleine overwinning. Alweer dus in de rechtszaak met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, het SEC. Opnieuw heeft de rechter een motie van het SEC afgekeurd. Dit keer de motie om de communicatie tussen Ripple en zijn juridische adviseurs te mogen zien. Dus stukje bij beetje valt die rechtszaak steeds meer naar Ripple toe. Ze blijven kleine overwinningjes maken en uiteindelijk is dat natuurlijk, gaat dat naar een grote overwinning toe. Dus voor XRP, Cardano ben ik ontzettend bullish. Denk dat het hele goede cryptocurrency zijn om in deze tijd in te kopen. Geen financieel advies, ik doe het zelf wel. Naast de Bitcoin natuurlijk en Ethereum denk ik ook erg goed om daar in ieder geval je zakken mee te vullen met het geld dat je kan missen. Want nog steeds is niks in zekerheid in de crypto wereld. Ik hoop dat je veel gehad hebt aan deze video. Als dat zo is, geef even een like aan de video. Vergeet ook even niet om te abonneren. Deel de video met familie en vrienden, zou ik heel erg tof vinden. En hopelijk zie ik je dan terug in de volgende video. Plaats even een reactie hieronder in wat voor video de volgende keer wil zien. Wat je van deze video vond. Of gewoon om even hoi te zeggen, vind ik altijd tof. Ik zie je terug in de volgende. Adios.